Hey, ik ben Bart, de VUMC-vlogger. Vandaag heb ik afspraken op het Neurocentrum, ook wel de afdeling Neurologie en Neurochirurgie. Nice. Ik ben op zoek naar Tim. Als het goed is, kan ik hem hier vinden. Eens even kijken of Tim er is. Hey, daar is Tim. Kijk. Hi. Oh, wacht. Hi. Sheila zit er ook bij. Waarom heb je eigenlijk voor een academisch ziekenhuis gekozen? Ik hou van mezelf te blijven uitdagen. En ik merkte op mijn vorige werk dat zodra een casus een beetje interessant begon te worden, dat de patiënt dan naar een academisch ziekenhuis werd overgeplaatst. Hier blijft het werk gewoon heel interessant. Hey, en wat maakt jouw dag leuk? Dat ik heel open en met best veel grapjes met mijn collega's kan werken. We steunen elkaar in stressmomenten. En het is ook mooi om te zien dat patiënten eigenlijk heel erg waardering hebben voor wat je voor hun kan betekenen. Ja. En ook zeker in het neurologische gedeelte, dat ze vanaf bijna volledige verlamming in een keer toch een glimlachje tonen als je hun favoriete band laat horen. Okay. Dat soort dingen. Ja. Dat is wel bijzonder. Hey, ik heb een paar hele leuke gesprekken gehad op het Neurocentrum, de afdeling Neurologie en Neurochirurgie. Ik heb veel mensen gesproken. Als jij hier nou meer over wil weten of andere afdelingen, check onze social wall of onze website op werken bij VUMC. Dankjewel.